aan het Achibar. Ze zeggen altijd een spits leeft van doelpunten. Je scoort vandaag 2 keer, maar ik denk niet dat je hier blij staat. Nee, we hoorden dat het Fortuna op 1-0 kwam. En dat zo goed als gedaan was. Dus ja, had je hier 8-0 gewonnen, had het niks uitgemaakt. Ik denk dat we jammer genoeg de play-offs in moeten en daar maar moeten doen. Maar het leek juist toen, ik denk dat jullie hoorden dat Fortuna op 1-0 komt, toen ging het opeens wel lopen. Nee, we hebben niks gehoord van Fortuna. Ik denk pas einde van de wedstrijd, toen het 3-3, ja. We hoorden het voor de 3-3 hoorden wel dat nog een paar minuten was bij Fortuna en dat ze op 1-0 stonden. Ja, toen kwam ook nog de 3-3 van Dort. Ja, dan is het gedaan eigenlijk. Vooraf ging het erover, je hebt het niet in eigen hand, je bent afhankelijk van wat Fortuna doet. Maar het was, je moet in ieder geval onze eigen plicht doen, met 3 goals verschil winnen en dan met een goed gevoel die play-offs in. In de eerste helft leek het daar niet op. Heb je daar een verklaring voor? Ja, we begonnen aan de bal, waren we best wel goed. Maar in de omschakeling werden we elke keer, afgeslacht. En ik denk dat dat te vaak is gebeurd dit seizoen in de uitwedstrijden. Ja, wat de reden daarvan is, ik denk te makkelijk je man laten lopen, te makkelijk alleen naar de bal kijken, waardoor zij eigenlijk makkelijk voor de goal kunnen komen en het ook afmaken. En zelfs met 10 man in de laatste minuut net voor rust maken ze nog 0-2, ik kan me voorstellen dat dat echt een mokerslag was. Nou, ik denk dat wij goed uit de kleedkamer zijn gekomen. Maar ik denk dat dat wel een domper was natuurlijk. Maar goed, het had sowieso niks uitgemaakt. Dus. Nee, het had niks uitgemaakt. Jullie moeten nu de play-offs in. Hoe lastig is het dan om deze wedstrijd en het spel met name dan van de eerste helft achter je te laten en weer met goede, frisse moed die play-offs in te gaan? Ik denk dat we genoeg tijd hebben voor de eerste wedstrijd. Voor de eerste wedstrijd begint. Dus ik denk dat we ook genoeg tijd hebben om dat allemaal te verwerken. Dus, ik denk dat we wel klaar zijn om de eerste wedstrijd. Heel veel succes daarbij.